Over hoofdstuk 1 heb ik 3 filmpjes gemaakt. Eentje over de politiek, eentje over de religie en eentje over de economie. In hoofdstuk 2 ga ik het iets anders aanpakken. In die tweede periode, 1555 tot 1588, zijn de politiek en de religie namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is heel lastig om die apart van elkaar te behandelen, dus dan pakken we ze gewoon samen. En we gaan eerst weer eens even kijken wat er in Engeland gebeurt op dit gebied. In Engeland had Hendrik de VIII die Anglicaanse kerk geïntroduceerd. Hij had zich dus als katholiek losgemaakt van de paus uit Rome en hij had zichzelf laten uitroepen tot het hoofd van die Anglicaanse kerk. Ja, en een van de kenmerken van die Anglicaanse kerk was dat het eigenlijk niet altijd duidelijk was of dat nou een katholieke dan wel een protestantse kerk was, want dat wisselde nogal. Dat hing namelijk heel erg af van de oriëntatie van de koning. Hendrik de VIII wordt bijvoorbeeld opgevolgd door zijn zoon Edward de VI. En die is protestant, in tegenstelling tot zijn vader. En hij gaat dus over tot de vervolging van de katholieken in Engeland. Maar als Edward al heel jong sterft, dan komt zijn halfzus Maria de I aan de macht. Zij wordt koningin van Engeland. En zij is weer katholiek. Zij is een verre familie van keizer Karel de V, van de Habsburgers. En zij trouwt met de zoon van Karel de V. Namelijk Philips II, die hebben we ook al gezien. Hij zal uiteindelijk de landsheer van de Nederlanden worden. En ook hij is streng katholiek. En die Maria, die krijgt in Engeland, zeker onder de protestanten, de bijnaam Bloody Mary. Waarom? Omdat zij de protestanten in Engeland heel bloederig gaat vervolgen. Honderden protestanten worden door de Inquisitie, de kerkelijke rechtbank, ter dood veroordeeld in de tijd dat Mary aan de macht is. Maar ook Mary zal sterven. En zij wordt weer opgevolgd door een andere halfzus, een kind uit een ander huwelijk van haar vader, Hendrik de VIII. En dat is een naam die je zeker even moet onthouden. Dat is namelijk koningin Elisabeth de I van Engeland. En je ziet al dat zij een behoorlijk lange tijd aan de macht is geweest, van 1558 tot 1603. En die Elisabeth de I, die heeft niet zoveel met die vervolgingen van die Edward de VI of van die Maria de I. Nee, zij herstelt echt weer die Anglicaanse kerk. En zij is zelf protestant, maar zij gaat de katholieken niet vervolgen. Maar er komt wel een verbod op het katholicisme. En bovendien mag er geen enkele andere vorm van protestantisme meer zijn dan het Anglicaanse protestantisme. En Lutheranen bijvoorbeeld, dat werden voor haar dus dissidenten. Dat zijn mensen die wel eenzelfde soort geloof hebben, alleen dan op de verkeerde manier. Maar die Elisabeth I was dus in ieder geval iets toleranter dan haar voorgangers, want er waren geen vervolgingen meer. Toch waren de katholieken door dat verbod absoluut niet tevreden. En er komt dan ook veel tegenstand van die katholieken. Zo wordt er in 1569 door de paus opgeroepen dat de katholieken in opstand moeten komen in Engeland en dat doen ze dan ook. Die opstand die wordt uiteindelijk neergeslagen, maar daarmee is de onrust nog niet voorbij. Want in 1588 stuurt die Philips II, die we daarboven ook al zien staan, de Spaanse armada naar Engeland om dat land aan te vallen. En de armada was de grootste oorlogsvloot die er tot dan toe was geweest. Daar op dat kaartje rechts zie je de route van die Spaanse armada staan. Die kwam dus vanuit het zuiden, vanuit Spanje. En die voer het kanaal binnen. Want die armada moest Engeland aangevallen, maar daarvoor moesten eerst in de havens van Duinkerke en Calais en andere plaatsen moesten Spaanse soldaten aan boord worden gebracht. En dat werd verhinderd door Nederlandse opstandelingen. Daardoor raakte die armada al in de problemen, daardoor waren ze niet genoeg bewapend. En mede door de wind, maar ook door de Engelse vloot, wordt die armada richting het noorden gejaagd, de Noordzee op. En je ziet de pijltjes al staan. De armada vaart om Schotland heen, wil langs Ierland af weer terugkeren naar Spanje, maar op de terugweg komt wordt een groot deel van die Spaanse vloot die gaat verloren. En daarmee mislukt die aanval van Spanje op Engeland dus totaal. En vanaf dat moment is er eigenlijk rust in Engeland. Nou, terwijl in Engeland de rust weerkeert, breken er in Frankrijk juist allerlei burgeroorlogen uit. En die hebben ook weer te maken met het geloof. In Frankrijk is Karel de Negende aan de macht. En onder zijn regering breken er dus grote burgeroorlogen uit tussen katholieken en protestanten. En die burgeroorlogen duren meer dan 30 jaar. Op het kaartje hieronder zie je hoe Frankrijk verdeeld is. De groene gebieden zijn in handen van de katholieken. De paarse gebieden,
zijn in handen van de protestanten en de gele gebieden daartussenin, ja, daarover werd juist heel veel strijd geleverd. En nogmaals, die Franse protestanten, die vaak de leer van Calvijn aanhingen, die werden dus hugenoten genoemd. Karel de Negende was zelf katholiek, maar hij wilde graag een einde maken aan alle onrust in zijn land. En daarom liet hij zijn zus trouwen met een van de belangrijkste leiders van de hugenoten, Hendrik van Navarra. En Navarra was een klein gebiedje helemaal in het zuiden van Frankrijk. Daar ligt het. En die Hendrik van Navarra was dus een van de belangrijkste hugenotenleiders. En door zijn zus te laten trouwen met zo'n hugenotenleider, hoopte die katholieke koning dat er ja, eindelijk een einde kwam aan al die onrust. Maar het tegendeel gebeurde juist. Want de paus die verwierp het huwelijk en sowieso waren fanatieke katholieken er woedend over. En 4 dagen nadat de bruiloft was geweest, toen raakte een belangrijke hugenotenleider in Parijs gewond bij een aanslag. En ja, voor Parijs lag ook nog eens een groot hugenotenleger en die hugenoten die dreigden nu met wraak. De katholieke leiders haalden daarop de koning en zijn moeder over om de belangrijkste hugenoten in de stad te laten ombrengen. En ja, daarop volgde de zogenaamde bloedbruiloft. En die bloedbruiloft, ja, die begon met het ombrengen van die belangrijke hugenotenleider in Parijs, de Coligny. En het was eigenlijk het startsein voor een geweldsuitbarsting waarbij meer dan 2000 Franse hugenoten werden omgebracht. En bijna alle hugenotenleiders werden vermoord, maar Hendrik van Navarra niet, want die liet zich net van tevoren bekeren tot het katholicisme. En dat geweld dat ging weken en weken ging dat door. En in die weken na die bloedbruiloft werden er nog eens duizenden hugenoten omgebracht. De protestanten waren woedend, maar zowel de paus als Philips II die waren blij. Maar dat betekent nog niet dat de burgeroorlogen ten einde waren. Want wat er gebeurde was dat die Karel de Negende stierf. En hij werd opgevolgd door koning Hendrik III, maar die had zelf geen kinderen. En dat betekende dat Hendrik van Navarra, dat hij de nieuwe troonopvolger zou zijn. Als die Hendrik III dood zou gaan, zou Hendrik van Navarra op de troon komen. En nadat Hendrik van Navarra uit Parijs was weggegaan, had hij zich wederom bekeerd terug naar het protestantisme. En daarom bleef die strijd eigenlijk maar doorgaan tussen katholieken en protestanten in Frankrijk. Oké, in Engeland daar was het dus relatief rustig. In Frankrijk daar was het dus juist erg onrustig. Wat gebeurde er in deze periode in de Nederlanden? In de Nederlanden was Philips II in 1555 de landsheer geworden. Hij had zijn vader Karel de Vijfde opgevolgd. En die Philips II die bleef de eerste 4 jaar van die regering ook nog in Brussel wonen, maar daarna trok hij weg, ging hij terug richting Spanje en stelde die Margaretha van Parma aan als landvoogdes. Ondertussen was men in Nederland niet echt blij met het beleid van Philips II. Er kwam veel opstandigheid en daar waren eigenlijk een paar verschillende redenen voor. Op het gebied van het geloof was er nog steeds die strijd die we in hoofdstuk 1 ook al zagen tussen de katholieke Spanjaarden en de voor een groot deel protestantse bevolking van zeker de noordelijke Nederlanden. En de Spanjaarden hielden er een strenge godsdienstpolitiek op na. De protestantse ketters bleven vervolgd worden door de Inquisitie. Daarnaast voerde Philips II heel veel oorlog en daar had hij geld voor nodig. En daarom hief hij heel veel belasting. En die hoge belastingdruk, daar was men het in Nederland ook niet mee eens. En daarnaast probeerde Philips II ook alsmaar om het beleid verder te centraliseren. Daardoor verloren de Nederlandse gewesten en de steden steeds meer van hun autonomie. Zij moesten steeds meer luisteren naar wat er in Brussel werd bepaald en dat wilden zij niet. Nou ja, naarmate er meer protestantenvervolgingen zijn, naarmate er meer belasting wordt geheven en naarmate de centralisatie verder wordt doorgevoerd, groeit de opstandigheid en de ontevredenheid dus. Dat blijkt in 1566 heel sterk als er een grote groep van lage edelen naar het paleis van Margaretha in Brussel gaat om daar het smeekschrift aan te bieden. In dat smeekschrift verzochten zij de Spanjaarden om te stoppen met de vervolgingen van de protestantse ketters. Houd daar alstublieft mee op, want als u weer rust in het land wilt, dan zult u uw vervolgingen echt moeten matigen. Dat was het verzoek wat de edelen aan Margaretha deden. En Margaretha beloofde: ik geef dit verzoek door aan Madrid en we zullen zien wat eruit komt. Maar in de tussentijd
zorgde dat er wel voor dat veel Nederlandse protestanten, en dat waren voornamelijk ook Calvinisten, net als in Frankrijk, dat die bovengronds kwamen. Calvinistische predikanten die gingen in hage preken tekeer tegen de Roomse beeldendienst. Dat leidde uiteindelijk tot de beeldenstorm, die je hier ook op het plaatje ziet. Want in 2 maanden tijd werden er in 1566 honderden kerken en kloosters van Vlaanderen, Brabant, Holland, Zeeland en Utrecht beelden, schilderijen en glas in loodramen verwoest. En bovendien waren er zelfs een aantal kleine Calvinistische legertjes die bepaalde steden innamen. Niet dat ze dat heel lang volhielden, want Margaretha wist die opstandelingen heel snel te verslaan. Maar toch, het was heel erg onrustig. En er moest een einde komen, vond Margaretha. En daarom eiste zij van de Nederlandse hoge adel trouw. En de allerhoogste edelman, Willem van Oranje, die weigerde om trouw te zweren. En hij vertrok naar het slot Dillenburg in Duitsland. Dat slot was in handen van zijn familie. Ondertussen reageerde Philips II woest op alles wat er gebeurde in de Nederlanden. En hij besloot om Margaretha te vervangen door de hertog van Alva als de nieuwe landvoogd. Alva wilde graag het Calvinisme met wortel en tak uitroeien. Waarom was dat belangrijk? Nou ja, Philips II die wilde voorkomen dat er, net als in Frankrijk, ook in de Nederlanden een burgeroorlog uit zou breken tussen katholieken dan wel protestanten. De voornaamste taak van Alva was om eerst de schuldigen te straffen voor de beeldenstorm. En hij nam daar bepaalde maatregelen voor. Zo stelde hij de Raad van Beroerte in, ook wel de Bloedraad genoemd. En deze Bloedraad die kwam boven de gewone rechtbanken te staan en die liet 1100 mensen executeren, waaronder een aantal hoge edelen, zoals de graven van Egmond en Hoorn bijvoorbeeld. Daarnaast ging Alva ook weer werk maken van de centralisatie. Het moest nu eindelijk maar eens afgelopen zijn met al die verschillende regels en wetten in de Nederlanden. En daarom voerde hij bijvoorbeeld de tiende penning in. En die tiende penning, dat was een centrale belasting. En dat betekende dat er 10% belasting betaald moest worden in de handel op de roerende goederen. En de opbrengsten van deze belasting gingen rechtstreeks naar de Spaanse schatkist. Ja, het gevolg van dit alles, je kunt je iets bij voorstellen. Je ziet het hier ook al op het plaatje links staan. De Nederlandse edelen die besluiten dat het zo echt niet langer kan. En het leidt tot een Nederlandse opstand. De Calvinisten blijven zich verzetten tegen de Spanjaarden. En die Nederlandse opstand staat ook wel bekend als de 80-jarige oorlog van 1568 tot 1648. En Willem van Oranje, die we net al op de vorige dia ook zagen, die hoogste Nederlandse edelman, die werd de leider van de opstand. Hij wist naar het buitenland gevluchte Calvinisten bij elkaar te brengen en samen met zijn broers vormden die een aantal legertjes. En daarmee vielen ze in 1568 de Nederlanden binnen. In de daaropvolgende jaren is het heel erg onrustig in de Nederlanden. De opstandelingen die lijken vooral succes te hebben in de gewesten Holland en Zeeland. Daar sluiten de meeste steden zich aan bij de opstandelingen. En vanuit daar wordt het verzet tegen de Spanjaarden geleid. De Nederlandse Calvinisten die hopen op steun vanuit Frankrijk, maar door die bloedbruiloft die we eerder in dit filmpje zagen, lukt het de Franse protestanten, de Hugenoten, niet om een leger richting het noorden te sturen en de Nederlandse opstandelingen staan er dan ook alleen voor. Ze weten de strijd echter wel vol te houden en de oorlog put de Spaanse schatkist uit. En in 1576 zorgt dat ervoor dat veel Spaanse soldaten aan het muiten slaan. Ze hebben al maandenlang geen soldij meer gekregen, geen loon ontvangen dus, en daarom besluiten ze maar om te gaan plunderen. En dat doen ze voornamelijk in Brabant en Vlaanderen. En daarom roepen de Brabantse en de Vlaamse gewestelijke staten Willem van Oranje te hulp. En dat leidt in 1576 tot de pacificatie van Gent. En die pacificatie van Gent zie je hier rechts. Je ziet er onderaan zie je de zegels hangen van de vertegenwoordigers van de verschillende gewesten. Want wat werd er afgesproken in die pacificatie van Gent? Nou ja, pacificatie wil zoveel zeggen als het sluiten van vrede. En het is dan ook een vredesverdrag tussen die opstandige gewesten Holland en Zeeland en de andere Nederlandse gewesten. Wat spreken zij af? Die Spaanse troepen die moeten verjaagd worden. En daarnaast maken ze ook een afspraak over de religie. In Holland en Zeeland werd het protestantisme toegestaan, maar de andere gewesten die bleven gewoon katholiek. Daar was het Calvinisme dus niet toegestaan. Ondertussen
groeit het Calvinisme in die andere gewesten ook, vooral in die Vlaamse handelssteden. En dat zorgt opnieuw voor verdeeldheid onder de Nederlandse gewesten. En de zuidelijke gewesten, die besluiten daarop in 1579 in Atrecht om een verbond met de Spanjaarden te sluiten. Zij willen de Calvinisten verdrijven. Als reactie daarop sluiten de noordelijke gewesten in Utrecht ook hun eigen unie, de Unie van Utrecht. En dat was een militair verbond van die opstandige gewesten en de steden tegen de Spanjaarden. En in die gewesten die onder de Unie van Utrecht vielen, daar kwam zogenaamde gewetensvrijheid. Iedereen mocht zelf geloven wat hij wilde en niemand zou om zijn geloof vervolgd worden. Is dan die gewetensvrijheid ook hetzelfde als godsdienstvrijheid? Daar zullen we later even naar gaan kijken. Nu zullen we eerst even gaan kijken naar het verloop van die Nederlandse opstand. Want de volgende belangrijk jaartal is het jaar 1581. In dat jaar zetten de noordelijke Nederlanden, eigenlijk de gewesten van de Unie van Utrecht dus, Philips II af als landsheer. En dat deden zij in dat plakkaat van verlatingen. Daarbij trouwden zij op de overtuigingen van Calvijn. Want een van de stellingen van Calvijn was dat de vorst was aangesteld door God, maar een vorst mag afgezet worden als hij zijn eigen volk onderdrukt. En precies dat idee vormde de kern van het plakkaat van verlatingen. Dit stelde de Nederlanders in staat om op zoek te gaan naar een nieuwe vorst waarmee ze dan een soort contract af konden sluiten. En wie moest dat dan worden? Nou, eerst richtte men de blik op Frankrijk. Ging men naar een broer van de Franse koning toe, Frans van Anjou. Ze hoopten daarbij op steun vanuit Frankrijk, maar door alle onrust en burgeroorlogen die daar waren, kwam die steun er niet. En bovendien, die Frans, zo'n heel goede regeerder was het ook niet. Dus dat werd het uiteindelijk toch niet. En ondertussen bleef het in Nederland zelf onrustig, want Philips II had Willem van Oranje vogelvrij verklaard. Iedereen mocht hem vermoorden zonder daar gestraft voor te worden. En in 1584 gebeurde dat. Willem van Oranje wordt vermoord en de Nederlandse opstand raakt haar leider kwijt. Nou ja, toen was het natuurlijk helemaal belangrijk om op zoek te gaan naar een nieuwe landsheer. En eerst keek men naar Frankrijk, nu ging men eens in Engeland kijken en men kwam terecht bij vrienden van die Engelse koningin Elisabeth I die we net zagen. Robert van Lancaster. Maar ja, ook dit bleek niet zo'n heel groot succes. Hij bleek geen heel goede landsheer te zijn. En dan besluit men dus in 1588, nou ja, dan doen we het maar gewoon zonder landsheer. En wij stichten de Republiek van de Verenigde Nederlanden. Wij houden de soevereiniteit, de hoogste macht dus, in eigen hand. En we hebben geen vorst meer nodig. En wat uiteindelijk die republiek zal worden, dat zie je hier op het kaartje rechts staan. Dat is dat groene gedeelte. In 1648... vormt dat groene gedeelte de Republiek en is dat oranje gedeelte, dat zijn de Spaanse Nederlanden. En daarnaast bleef die bepaling uit die Unie van Utrecht van die gewetensvrijheid dus bestaan. In de gewesten was gewetensvrijheid. Maar ja, ik zei net al, is dat dan hetzelfde als godsdienstvrijheid? Dat is het dus niet. En ja, dan moeten we dus even gaan kijken naar de opvattingen over het geloof. Willem van Oranje, als leider van de opstand, die was heel erg ruimdenkend. Hij pleitte voor verdraagzaamheid en acceptatie van verschillen, want alleen dan zou er rust en orde komen. Hij dacht dat als dat niet gebeurde, dat er een burgeroorlog of onrust in een land zou blijven. Dus er moeten verschillende geloven worden toegestaan. Het probleem van Willem van Oranje was tijdens zijn leven al dat er een kleine groep streng gereformeerde, strenge Calvinisten vonden dat dat absoluut niet kon. En ook na de dood van Willem van Oranje bleef die kleine groep gereformeerden heel erg belangrijk. Het was slechts 10% van de bevolking, maar juist omdat zij zo streng Calvinistisch waren, waren ze heel belangrijk bij die opstand. Want zij vormden eigenlijk een soort rechtvaardiging om in opstand te komen tegen de Spanjaarden. En die gereformeerden zeiden dus heel sterk, nee, alleen het Calvinisme moet worden toegestaan en het katholicisme moet fel bestreden worden. Nou ja, en wat gebeurt er dan uiteindelijk in de praktijk? Hoe uitziet dat in de verschillende gewesten en vooral in de steden waar de stadsbesturen, de vroedschappen erover moesten beslissen? Nou ja, die stadsbesturen die gevormd werden door de regenten, die waren eigenlijk heel pragmatisch. Zij kwamen tot een compromis. Oké, we houden die gewetensvrijheid, ieder geloof is dus toegestaan. En niemand zal er om zijn geloof vervolgd worden, maar alleen de Calvinisten,
die mogen ook kerk hebben en die mogen ook erediensten houden. Dus in feite werd er gezegd, oké, je mag best katholiek zijn, maar dan mag je geen kerk hebben. Ja, en hoe zat dan bijvoorbeeld met Lutheranen, met andere vormen van protestantisme? Ja, dat laatste verschilde eigenlijk van stad tot stad. Die protestantse dissidenten, dus andersdenkende protestanten, anders dan het Calvinisme, die werden in de ene stad wel toegestaan en in de andere stad werd dat niet toegestaan. Maar je ziet dus heel duidelijk dat regenten heel praktisch eigenlijk te werk gaan. Zij zien dus van, oké, aan de ene kant moeten we vooral het Calvinisme toestaan, maar als we andere geloven helemaal verbieden of andere gelovigen gaan vervolgen, dan zal dat leiden tot onrust en dat willen we ook niet. Maar het mag duidelijk zijn dat gewetensvrijheid, dat dus niet precies hetzelfde is als godsdienstvrijheid.